De verse die kost €23 de kilo. Mm-hmm. En de ingevroren die kost €8 de kilo. En als die dan echt verse is, hè, wat betekent dan dat er achterop staat ontdooid? Ontdooid betekent dat die ook bevroren is geweest. Ja, klopt. En die verkopen wij dan niet ingevroren. Hè, maar dan betaal je 3 keer zoveel omdat die ene nog bevroren is en de andere al ontdooid. Ja. Wat is nou het verschil tussen die ingevroren kabeljauw en die ontdooide kabeljauw? Niks. Want dit stukje, ja, dat laten ze ontdooien en hou je dit van over. Serieus? Ja. Dat is gewoon hetzelfde? Dit is hetzelfde. Alleen dit wordt voor de supermarkt ontdooid en dit mag mensen thuis doen. Iets invriezen en dan te bedenken dat je het gaat ontdooien en het dan verkopen als verse vis en het daardoor heel erg duur maken, vind ik heel bijzonder. Zwak uitgedrukt. Maar ik snap het wel, als je zegt van nou, ik kan opeens 3 keer zoveel voor vragen. Dat is dan eigenlijk, dat lijkt dan de enige reden. Dat moet echt wel, ja. Ja.